Goedemorgen, ik ben onderweg naar Groningen. Ik ga daar op bezoek bij een oud klasgenoot van mij, Egbert Modderman. Hij is kunstschilder en heeft recentelijk een hele leuke opdracht binnengekregen. Hij mag namelijk voor de Martinikerk 7 schilderijen maken die daar minstens 100 jaar blijven hangen. Over 50 meter, je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Nou, ik ben er bijna. Ik zal de auto even parkeren en dan gaan we naar binnen. Ik ben inmiddels aangekomen in het atelier van Egbert. En we zaten net wat te praten. Toen kwamen we erachter dat er toch wel veel overeenkomsten zitten tussen de schilderkunst en fotografie. Ja, beide ben je gewoon beeld maken. En qua compositie, qua lichtval, er zitten heel veel overeenkomsten. Valt het je in als je dus een gezicht schildert, dan bezig met de richtingen van het gezicht? Maar alles, die huid heeft dus overal een andere richting. Die moet je wel een beetje volgen. Wil je, of in ieder geval vind ik, wil je dat het echt mooi kunt worden. En dit zijn puur de lichte tonen die je nu aanbrengt? Ja, eigenlijk een beetje zeg maar wat lichter overheen om het nog meer in de realiteit te krijgen. Het is wel grappig, de doezelaar. Ik heb er heel vaak mee gewerkt, maar het was voor het eerst dat ik hem in het echt zie. Dat is een typisch inderdaad. Ja, je Photoshop, dat telt niet als echt, hè. Dus... Nou, het is niet zo, wel als je dit doet en je doet het fout, dan ben je gewoon echt niet lul. Dat kan gewoon echt een paar dagen werk kosten dan. Ja, dat is een nadeel van schilderen, dan heb je geen Ctrl Z. Nee, dat heb ik ook wel in het verleden al een paar keer gedacht. Oké, als nu... Ctrl Z kon invoeren, dan was ik echt gelukkig gezet geweest. Net als in het echte leven. Hashtag Bob Ross. Nou, net als vroeger, frikadellenbroodjes halen bij de Appie Heijn. Toch een beetje oude tijden herleven. Dus ja, daar hoort dat ook een beetje bij, hè? Ik ben weer onderweg terug naar Drachten. Ik hoop dat jullie een beeld hebben gekregen van wat Egbert doet. Hoe hij te werk gaat. Vond je het een leuk filmpje? Druk dan even op het duimpje. En vergeet jullie niet te abonneren. Ik maak dit soort video's en ook videotutorials. Nogmaals bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.